Ik heb een afspraak met Darre van Dijk nu. Maar het is nu het moment waarop hij hier eigenlijk had moeten zitten. Hij is wel soms wel eens vaak te laat. Maar... Weet je, nou, dat heb ik wel gehoord. Hè? Die gozer is altijd te laat. Dat heb je met creatieven. Dat heb ik wel vaker gehoord. Die vergeten hun paspoort. Die komen sowieso altijd te laat. Het is om gek van te worden eigenlijk. Maar goed, als het nog lang duurt, dan wachten we nog even. Oh, nou. Nou hoor. Ja, sorry. Zul je hem hebben? Ja, sorry. Hé, hey, Darre. Hey, ja. ik had het net over je. Ja, ben je te laat? Iets op iets, maar dat ik zei eigenlijk al dat schijnt normaal te zijn bij creatieven. Is het zo dat jij? Zo? Nou ja, zeg het nou maar eerlijk. Ben jij vaak te laat? Nee, nooit. behalve vandaag. Ja, nou, maakt niet uit. Darre, fijn dat je er bent, man. Ja. Want wat ik leuk zou vinden om met jou te bespreken is jonge creatieven. Ja. Zullen we daar eens over hebben? Lijkt me heel leuk. Kijk, jij bent natuurlijk zelf een doorgewinterde creatief. Wat is bijvoorbeeld volgens jou het verschil tussen iemand zoals jij, die al jaren gepokt en gemazeld in de creatieve sector werkt, en ook wel het verschil weet te maken, ten opzichte van jonge mensen die het vak instromen? Ja, nou ja, het begint natuurlijk met... Eigenlijk wat je net zei, dat gepokt en gemazeld. Als je jong bent, ben je onbevangen, mag je fouten maken. Eigenlijk alles is oké. Okay. Ja. Dat is natuurlijk het mooie van jong zijn. En hoe meer titels er bij je naam komen, ja, hoe meer verantwoordelijkheid. Denk dat dit het grootste verschil is. Mm-hmm. En ik raad ook zeg maar jonge creatieven aan om zo lang mogelijk jong te zijn, te blijven. Want ja, het is wel heel leuk om in die rol te kunnen zitten. Zeg maar, mm-hmm. Dat je altijd onbevangen dingen mag bedenken. En kijk, als je namelijk in mijn functie zit, ja, dan ben je inmiddels meer een probleemoplosser. Ik noem mezelf wel eens, ja, ik ben ook een brandblusser. Mm-hmm. Klinkt heel gek. Maar dan word ik erbij gehaald natuurlijk. Omdat het. Maar die... onbevangenheid, is dat iets waarvan je denkt dat je die kunt sturen? Ja, dat denk ik wel. En dat is niet eenvoudig, want ik denk dat ten opzichte van vroeger was er ook meer ruimte voor. En de wereld is wat serieuzer geworden. Hè? Het moet ook allemaal sneller. Dus dat is ook natuurlijk moeilijker. Vroeger kreeg je echt wel de tijd om dingen te bedenken. En die tijd is er niet meer. Het geld is er ook niet meer voor. Dus dat maakt het natuurlijk wel iets moeilijker om dat onbevangen gevoel dat lijkt te mij waarborgen. Dus ook, ja. Ja. Maar het is wel weer aan mij om toch op een of andere manier dat gevoel te creëren voor jonge creatieven. Ja. Ja, als je nou kijkt naar jouw start als creatief en de start van creatieven nu. Er is natuurlijk nu veel meer... Er zijn veel meer opleidingen. Ja. Als je dan ergens binnenkomt bij een groot bureau als TBWA bijvoorbeeld. Ja, dat komt dan gelijk ook met verantwoordelijkheden. Of zie ik dat verkeerd? Ja. Nou ja, als ik kijk naar mezelf. Inderdaad, je had vroeger bepaalde scholen. En ik zat net niet helemaal in de school dat ik echt de grote voorbeelden om me heen had. Mm-hmm. Weet ik veel, bureaus als PMS of DDB destijds. Dus ik moest het eigenlijk min of meer zelf ontwikkelen. Dat is ook leuk, want ja. Daardoor ja, dan ga je ontdekken van ja, wat is dan echt goed of slecht. Ik kon niet echt naar iemand toe van die me op mijn flikker gaf en zei van ja, dit is echt heel slecht. Mm-hmm. Maar als je het zo doet, dan wordt het in één keer goed. Dus ik heb dat eigenlijk min of meer zelf moeten ontdekken. Heb je veel slecht werk gemaakt daar, hè? Oh, zeker. Ja? Ja, natuurlijk, joh. Dat weet ik veel. Nee, joh. Ik zie mezelf nog wel bij best wel iconische mensen met een map komen. En waaronder Hans van Walbeek ooit, oh, ja, vroeger. En, maar die was zo, ja, en die was, man was zo aardig. En die brandde me helemaal niet af. Terwijl als ik daar zou zitten en ik zou diezelfde map zien, dan moet ik ook... Nou, ik ben ook niet zo dat ik iemand afbrand. Maar ik zou wel denken van, jeetje, wat slecht. Dus ja, dat moet hij gedacht hebben. Ja. Kan niet anders. En nog even terug naar opleidingen. Ja.
Nou ja, inderdaad. Ik had ooit een opleiding, dat heette Junior Academie. Eigenlijk heet het Estor Studio School. Dat verraadt al dat ik weer nog wat ouder ben. En dat was eigenlijk een beetje het begin van, ja, van een opleiding voor art director. Mm-hmm. Maar heel eerlijk, ik moest daar gewoon met een trackpen letters maken. Weet je wat een trackpen is? Ja. Ja. Er zit dan inkt in. En ja. Dan, met, ja. Ja. Dus nou, dat was dan mijn opleiding. Nou, tegenwoordig zijn die opleidingen natuurlijk echt veel meer zoals het reclame maken van nu ook is. Waar je echt de hedendaagse tools ook kunt gebruiken. Dus die is er. Maar ik denk ook wel, als je vroeg mij van, ja, als je dan bij TBWA komt, hè, dat is een groot bedrijf. Ik denk dat TBWA ook een opleiding is op zich. En ik denk dat dat misschien wel vergelijkbaar is met vroeger FAV BBDO. Mm-hmm. Dat was natuurlijk ook ooit een heel groot bedrijf waar jonge creatieven toch in opgroeiden. Een soort van opleiding. Ja. En ik denk dat wij dat ook wel zijn. We zijn natuurlijk best wel zo groot. Met zoveel creatieven en ook zoveel creative directors. Dat je hier als jonge creatief, één, je kan verzuipen. Mm-hmm. Dus je moet er ook zelf wel wat van maken. Je moet ook zorgen dat je naar de creative directors toestapt. Weet je wel? Je moet niet, ja, ga niet in een hoekje zitten. Want dan, ja, dan doe je jezelf eigenlijk een beetje tekort. Ja. Maar als je wil, kun je hier natuurlijk fantastisch opgeleid worden. En we hebben ook wel een systeem. Dus het is niet zo helemaal dat we je aan je lot overlaten. Mm-hmm. We hebben een mentorsysteem. Dat betekent eigenlijk dat alle cd's zijn ook een mentor van een creatief. Mm-hmm. Dat betekent niet dat je altijd met dezelfde cd werkt. Want de cd is verantwoordelijk voor een aantal klanten. En als jonge creatief vind ik het leuk dat je op zoveel mogelijk klanten werkt. Essentieel, denk ik zelf. En niet alleen maar in één groep. Stel, je werkt voor McDonald's en dit is de groep McDonald's. En alle creatieven die daaronder zitten werken alleen op McDonald's. Ja, ik denk dat dat zonde is. Ik denk dat het ook leuk is dat je op Albert Heijn werkt. Of Adidas. Of Staatsloterij. En noem maar op. Dat maakt het denk ik ook beter voor jou. Voor je eigen opleiding als het ware. Maar dan kom ik toch nog even terug op die onbevangenheid en de verantwoordelijkheden. Op het moment dat je grote klanten hebt. En je zegt er is minder tijd. Dus minder geld. Over het algemeen. Mm-hmm. Dan komt toch eigenlijk datgene wat je aan het doen bent, ook als jonge creatief met veel verantwoordelijkheden, direct al. Mm-hmm. Dat lijkt mij best wel ingewikkeld eigenlijk. Ook om laten we zeggen, ervoor te zorgen dat deze jonge creatieven tot volle wasdom kunnen komen. Zeker. Dat klopt. En je zal ook zien dat er verschil zit tussen die jonge creatieven qua talent. Dat was vroeger zo, dat is nu zo. Zie het als een voetbalelftal. Oké, nou, Ajax is nu een beetje een ongelukkig voorbeeld, maar ik doe het toch. Ja. Je zit in Ajax 1. Daar zitten 22 spelers, 11 staan op het veld. En van die 11 zijn er een aantal die groeien door tot echte wereldiconen. Ja. Nou, dat betekent niet dat de anderen geen talent hebben, maar er zit gewoon verschil in. Tuurlijk. Snap je? En dat zie je bij ons natuurlijk idem dito. Ja. Dat je hebt een enorme vloer van jonge creatieven. Even los van onbevangen of niet. Mm-hmm. Talent. Iedereen heeft talent. En toch degene die het beste met dat talent omgaat, die gaat bovendrijven en die wordt uiteindelijk de nieuwe generatie ECD's, CCO's. Ja. Die worden het. Ja. En ik kan dat. Met werklust te maken, denk je? Ja, het heeft zeker met werklust te maken. En dat is ook een interessant onderwerp. Hè. Als je kijkt naar toen ik jong was. Ja, mijn leven draaide echt om advertising. Ik was er elke avond. Nog steeds er, hè? Ja, nog steeds. Ja, maar dat zit in mijn DNA. En ik denk dat Gen Z, jonge creatieven, daar anders mee omgaan. Mm-hmm. Die zijn toch veel meer bezig met work-life balance. Nou, en daar kan ik iets van vinden. Maar ik mag daar geen oordeel over vellen, snap je? Want andere tijd. Het is een andere tijd. En misschien doen zij het wel veel beter dan wij. Hoe zij met hun eigen leven omgaan. Ja. Maar er is één ding wat voor mij nog steeds onveranderd is. En dat is inderdaad dat echte winnaarsmentaliteit. En dat gaat niet over of je introvert, extravert bent. Daar gaat het niet over. Want je kunt hartstikke stil zijn. En je kunt met een idee komen waarvan ik zie, oké, dit is ongekend goed. Ja.
dit moet de wereld zien. Ja. En ik ga je helpen om dit te verkopen. Ben je wel eens jaloers eigenlijk op die jonge creatieven? Natuurlijk, heel vaak. Heel vaak. En dat vind ik ook een van de mooiste dingen die mij kan overkomen op dit moment. Want kijk, ik denk dat ik nog steeds zelf heel jong van geest ben. En ik heb ook een soort drive om nog steeds heel goed werk te willen maken met elkaar. Alleen de jonge mensen moeten het vooral doen. Ja. Dus als ik iets zie en we zitten bijvoorbeeld in een workshop met meerdere creatieven, dan gebeurt er altijd iets bijzonders. Ja. En het is altijd hetzelfde. Want als je meerdere creatieven die presteren iets, dan is er eentje dat is, hij komt met een beter idee. Dat kan ook niet anders. Ja. Snap je? Want dat gaat altijd zo. Elke keer een geboorte eigenlijk, hè? Sorry? Het is elke keer een geboorte van iets nieuws. Zeker. Ja. En dat betekent ook niet dat als de een kan net even iets verder zijn met een idee in de presentatie. En in de ander zit misschien iets. Dus het is ook de kunst om het te zien. Een goed idee moet je kunnen herkennen. Zeker. En dat je moet je ook kunnen zeggen van, nou, het is nog niet rond. Maar ik voel dat je in een goede hoek zit. Ja. Maar een ander creatief kan met iets komen. En dan ga ik even over dat jaloerse gevoel. Dat heb ik. Maar dan niet jaloers. Maar meer van bewondering. Ja. Van dit vind ik echt ontzettend goed. Ja. En dan zie je iets gebeuren met zo'n jonge creatief. Op het moment dat ik of een ECD dat zegt. Dan zie je iets gebeuren. Dat ze helemaal open gaan. Ja. En dat is natuurlijk, iedereen wil erkenning. Ja. En dit is de mooiste erkenning als creatief. Dat jouw idee herkend wordt. Tuurlijk. Als een waanzinnig goed idee. Tuurlijk. En dat is iets wat jij herkent. Zeker. Van jezelf. Ja. 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 Dat is heel mooi. Als je nou kijkt naar de manier waarop je goede ideeën presenteert. Ik heb altijd het idee dat dat een belangrijk onderdeel is van hè, een goed idee, natuurlijk. Ja. Maar vervolgens moet de klant moet dat ook begrijpen. Ja. Die moet erin meegenomen worden. Betekent dat, dat je presentatie, daar schort het ook nog wel eens aan in sommige mensen. Ik denk dat hier kan je het echte verschil mee maken. Dus we hebben het net hadden we het over ideeën. En ik denk dat veel mensen, veel bedrijven, veel jonge creatieven kunnen met een heel goed idee komen. Ja. Daar ben ik van overtuigd. En met een beetje hulp van wat oudere rotten, wat slimme gasten die er al lang in zitten, kunnen we dat idee ook nog een beetje verder tillen. Maar dan gebeurt er iets anders. Hoe ga je het verkopen? Ja, precies. Hoe ga je het eigenlijk verpakken? Ja. Hoe maak je het echt gewoon ook voor die andere kant van de tafel voelbaar, begrijpbaar? En dat de andere kant ook zegt van, dit is een goed idee. Want je moet je voorstellen, creatieven onder elkaar kunnen wel zeggen, ja, dit is te gek. Ja. En wij zien dat dan wel met elkaar. We zijn allemaal visueel. Maar de andere kant is misschien heel erg blauw. En heeft niet die romantisering die wij allemaal al zien. Ja, ja. Dus dat betekent dat je hun moet helpen. En daar schort het in mijn ogen heel vaak aan. Ook bij andere bedrijven. De manier hoe dingen gepresenteerd worden. En dat is. Je hebt het zelf volgens mij tot kunst verheven, of niet? Misschien wel, ja. Ja. Ja, ik heb, ja ook als je kijkt naar de hoeveelheid prijzen die jullie weten binnen te halen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Daar moet je, tenminste dat denk ik dat ongeveer hetzelfde is. Ja. Dat je presentatie van hetgeen wat je gemaakt hebt, dat moet toch perfect in elkaar zitten om de jury te laten 100%. Begrijpen dat het prijs wint. Ja, eigenlijk begin je weer opnieuw. Ja. Snap je wat ik bedoel? Je hebt een geweldig idee. Maar eigenlijk begin je weer opnieuw om dat idee weer te vertellen waarom dat idee nou zo'n goed idee is. En dan heb je nog de resultaten erbij. Precies, de resultaten zijn natuurlijk ook belangrijk. Te gek. Maar het uitleggen van waarom iets een goed idee is, dat is echt een kunst op zich. En dat heeft met toon te maken, met gevoel en emotie. En heel soms, dan krijg ik wel eens dingen te zien. De editors die zullen dit weten, maar ook de jonge creatieven. En dan zit ik te kijken en dan kan ik niks anders zeggen dan eigenlijk direct mijn reactie. En vaak is het zo van, oké jongens. Ik voel echt nog helemaal niks. Ja. En dat maakt niet uit, want het is het idee is er. Dus het gaat over het overbrengen van dat idee. En dan probeer ik het uit te leggen. Desnoods haal ik een voorbeeld erbij. Kijk nou eens wat hier gebeurt.
Wat zie je hier? Wat voel je hier? Als je naar een casefilm kijkt. Weet je wel, wat gebeurt er in een casefilm? Nou, er gebeuren altijd momenten. En dat is nooit één stukje muziek die eronder gooit. Je gaat, als je het op het inzicht gooit. Je gaat over een oplossing en de executie. Dan zal je zien dat het in drie secties wordt opgedeeld. Eigenlijk net zoals een trailer van een film. Mm-hmm. Als jij naar een trailer van een film kijkt, dan word je gevangen in 2 minuten tijd. Ja. Eigenlijk heb je de hele film al gezien trouwens. Ja, dat vaak. Maar het is nog steeds zo goed dat je aan het einde denkt van, oh, die film die moet ik echt zien. Ja. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde met een presentatie. Dus dit gaat nog niet eens over casefilms die je inzendt naar een prijzenfestival. Maar dit gaat ook over een casefilm die je maakt om in een pitch. Die klant goed overtuigt. Weet je, die klant die moet maar één ding aan het einde van zo'n presentatie doen. En dat is dit. Dit is het. Knikken. Dat is het enige wat je moet denken. Dus dat moet je ook bedenken bij het maken. En de kunst is dat je niet te veel verliefd bent op wat je hebt. Nee. Maar dat je toch op een of andere manier afstand kunt nemen wat je daar nou hebt gemaakt. Weet je wel? En daarom is het ook heel goed om daar een frisse blik op te werpen van anderen. Weet je wel? Hou het niet alleen maar bij jezelf, maar vraag gewoon eens aan anderen. Wat vind je? Wat voel je? Heb ik nog één woord wat ik even aan je wil voorleggen. Hoe belangrijk dat is. En dat is lef of durf. Dat is iets wat ik vaak hoor terugkomen. In hoeverre speelt dat bij jou, bij jullie? Ja, nou, dat is heel belangrijk. Ik, ik denk net zoals heel veel mensen die reclame maken of communicatie maken. Weet je, het is, er wordt zoveel best wel troep gemaakt. Weet je, of mediocre, of weet je wel, eigenlijk gewoon niet echt interessant. Ja. En dan, dan denk ik alleen maar, verplaats jezelf in die consument. Ja. Je bent toch eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd. Ja, weet je, we kunnen het allemaal wel heel mooi maken, ons vak. Maar je bent er eigenlijk niet in geïnteresseerd. Weet je, je zit iemand te storen. Weet je wel, ik bedoel, je skipt alles wat je maar kan. Je hebt er een hekel aan als je de hele tijd wordt gestoord. Ja, dan betekent het dus dat je ook, als je iets maakt waarbij je mensen stoort, dat je vooral niet moet zorgen dat het heel erg saai en boring is. Ja. Dus het is ook de kunst dat je wel met iets komt wat anders is. Ja. En daar heb je lef voor nodig. Eén, je hebt lef voor nodig om het te maken. Maar je hebt ook wat je ook nodig hebt, is de overtuigingskracht om die klant te geloven in lef. Ja. Dit is misschien nog het moeilijkste. Daar ging het eigenlijk het vorige stukje ook over. Ja. Hoe overtuig je nou die klant dat dit beter is? En, de ene is daar beter in dan de ander. Mm-hmm. Maar het is lef wat uiteindelijk altijd wint. Ja. Bravery. Weet je, hoe je het noemen wilt. Maar dat zijn de mooiste campagnes. Dat, ja, en dat verwacht je dan dus ook voor je klant. Die moet ook die lef tonen in feite. Ja, en dat is soms niet eenvoudig. Want je hebt natuurlijk bij klanten heb je ook lagen. Je hebt de CMO. Maar je hebt ook een marketingteam daaronder. En soms wordt er ook wel eens iets te veel gedacht van, oh, wat vindt mijn baas ervan? Ja. Weet je wel? Maar de kunst is natuurlijk, wat vind je er zelf van? Hey, ja. En wat zou je, neem maar even los van checklisten ook. Weet je wel, ik, als ik iets presenteer, dan zeg ik wel eens van, nou, vergeet even waar je werkt. En probeer gewoon eens te kijken als een consument en te voelen als een consument. Wat voel je? En probeer niet gelijk net na te denken van, zat dat er wel in? Zat dat er wel in? Dat komt later wel. Ja. Weet je wel, laten we eens gewoon ervaren hoe het voelt als een consument wat jij nu voorgeschoteld krijgt. Mooi. Dan tenslotte, je hoort wel eens mensen die al wat langer in het vak zitten. En die vroeger, daar hadden we het net ook al eventjes over, dat er meer tijd was. En je hoor je wel eens klagen dat er misschien de laatste jaren te weinig tijd is voor het grote idee. Nou, dat is ook zo. Ja? Dat is wel zo. En dat is ook moeilijk. En daardoor is denk ik ook, coaching naar jonge mensen, om ze daarin te begeleiden, is wel heel erg belangrijk. Mm-hmm. Want die tijd is er namelijk niet. Nee. Dus ik ben het mee eens, soms zou het wel fijner zijn als er meer tijd is. Maar die is er gewoon niet. Dat betekent dat wij sneller het goed moeten hebben. Mm-hmm.
Dat betekent dat strategie sneller met inzichten moet komen. Snap je? Dus eigenlijk iedereen moet gewoon net iets sneller. Ja, okay. En als je een first time ride, helpt daar enorm bij. Want als je gewoon het gelijk goed hebt, ja, dan hoef je niet in de rebound. Want als je in de rebound komt, hè, dan wordt het steeds moeilijker. En dan kom je in tijdsnood. En dan zit je eigenlijk, hebben we geen tijd meer. En dan kan je ook tot mediocre werk uitkomen. Ja. Maar de kunst is om eigenlijk vormen te vinden. Dus dat kan door we noemen dat een smart start. Is dat je eigenlijk de juiste mensen op het juiste moment bij elkaar zet. En niet iedereen gefragmenteerd aan het werk laat. Oh, nou, dan gaat strategie even wat proberen te maken. Want daar is de tijd niet voor. Nee, maar waarom ga je niet gewoon bij elkaar zitten? Dat noemen wij dan ook. En soms lukt het niet, hè. Het is niet altijd perfect. Maar in de ideale wereld ga je altijd even bij elkaar zitten. En dan zet je de slimme mensen bij elkaar. En dan ga je praten. En dan kom je tot een idee, een inzicht. En dat is bijna je creatieve brief. Mm-hmm. Sterker nog, laat die klant daar maar onderdeel van zijn. Want dan heb je het met elkaar al bedacht. Dan pak je dat op. En dan gaan de specialisten aan het werk. Laat creatie daar eens iets op verzinnen. Ja, hoe zou je daar dan een creatieve executie op loslaten? Ja. Dan kan ik je vertellen dat je heel dicht op een first time ride zit. Ja. Want je hebt namelijk met elkaar eigenlijk die alle voorwaarden gesteld. Je hebt eigenlijk die briefing al gemaakt. Ja. Je hebt misschien wel al een beetje een idee bedacht. Ja. Snap je? En dit is niet per se co-creatie. Want dat woord is namelijk best wel is een beetje een gek woord. Want ik bedoel, ik ga ook niet naar Ron Blauw en precies zeggen hoe die zijn eten moet maken. Een dingetje ook wel, hè, dat co-creatie. Ja, maar je kunt wel co-creatie zien als laten we samen starten. En daarna gaat iedereen aan het werk. Ja. En ik daar geloof ik wel in. Ik geloof ook, Maar dan is er toch eigenlijk nog wel ruimte voor het grote idee. Ja, er is zeker ruimte voor het grote idee. En dat zien we trouwens af en toe ook wel bij jullie voorbij komen. Ik wil net zeggen, dat hoop ik wel. Ja, absoluut. Ja. Hele mooie dingen. Ja. Dus daarvoor mijn complimenten zonder in detail te treden. Welke ik zelf allemaal zo mooi vind. Het is zo, Darre, dat het klinkt misschien wat flauw, maar jij moet naar je volgende afspraak. Ja, dan ben ik te laat. Ik ben te laat, jongens. Ik kan er niks aan doen. Hey, dankjewel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Tot binnenkort.